gek nou? Oh, man. Kaas, leverworst, Hollandse vlagjes en natuurlijk bier voor onze vrijwilligers. Ja, want vandaag is de dag dat we de vrijwilligers van Geen Pijl en het Zonnetje gaan zetten. En we hebben haast, want ze zijn te laat. Schiet op je hand. Ja, want zonder deze mensen hadden het natuurlijk nooit kunnen lukken. Op naar de vrijwilligers met de Geen Pijl Vrijwilligers Tour. Den Haag. Voor al uw harde werken. Ik ga hiervan genieten. Kom ons. Hey. Hoeveel handtekeningen heeft u meegenomen? Ik heb geen idee. Er zijn, kijk maar, heel snel. Zijn nog dubbel ingevuld ook allemaal? Dit zijn er zomaar een paar honderd, of niet? Denk het. We mogen wel van de politie even blijven staan, maar we mogen niet drinken. Atte, kom op. Group hug voor de democratie. Yell, yell, yell. De strijd is nog niet gestreden, we moeten doorgaan. Maar jij hebt wat extra meegenomen voor vandaag met het flyeren. Ja, het zijn de allerlaatste loodjes en ik wil laten zien dat het feest van de democratie is. Dus we gaan dansen, we gaan in de zon de laatste flyers uitdelen voor de laatste loodjes. Hartstikke leuk en het ziet er toch wel gezellig uit zo. Wij doen ook alles voor de democratie. Op naar Rotterdam, want we moeten meer vrijwilligers nog eventjes in het zonnetje zetten. Waterdichte beveiliging in Den Haag. Hallo Rotterdam. Denkt u dat we het gaan halen? Ik weet zeker dat we het gaan halen, ja. Ik zeg tegen iedereen, teken alsnog de laatste twee dagen. Jullie zijn gewoon helden. Oh, nou, dankjewel. Is de pils al klaar? Hoi, op de democratie jongens. Hatsen flatsen, hoeveel zijn het er ongeveer? 2000. 10.000, kijk. Weer 10.000 handtekeningen erbij, dank u wel. Waar zijn de vrijwilligers nou? Nee? We hebben ze gevonden hier in Eindhoven, onze vrijwilligers. Hoe is het, kerel? Helemaal goed. En hoe is het gegaan? Top. We hebben veel mensen weten te interesseren in ieder geval. Nou, dat doe je hartstikke goed, maar we zijn hier natuurlijk niet voor Piet Snot. We zijn hier om te vieren. Kijk eens eventjes, jongens. Geweldig. Blokje kaas, blokje worst en natuurlijk bier voor de vrijwilligers. De handtekeningen, dankjewel. We nemen ze mee. Ontzettend bedankt. Ja, graag gedaan. De meeste zijn digitaal, maar toch nog een laatste... Alle beetjes helpen. Precies. Team Noord-Brabant heeft gewoon een banner gemaakt. Is het fantastisch of is het fantastisch? Voor de democratie. Hartstikke gaaf wat jullie allemaal hebben gedaan. Dit soort dingen. Duizenden handtekeningen opgehaald. Helemaal goud. Dit is nou de burgerparticipatie waar Mark Rutte het altijd over heeft gehad. Alleen waar hij niet zo blij mee is. Maar in ieder geval, vrijwilligers, ongelooflijk bedankt voor jullie inzet. En natuurlijk deze mannen hier in Eindhoven ook. Super. Nee, zullen we weer gaan?